sheets. Het BGC vangt dus de stoffen van de CPA-15. Het was begonnen met de algemene voorwaarden. Klein, dus geeft geen kracht. Eigenlijk via de wapening voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn, de zogenaamde inrichtingen. Bedrijven die niet vergunningsplichtig zijn, de type A en B inrichtingen, ja, valt het ook, die valt het onder activiteitenbesluit, heeft het toch kracht van wet. Dus hoe het links of rechtsom, je hebt ermee te maken. PGS 15 gaat alleen over reservevoorraden, dus niet over de werkvoorraden. Dus je werkvoorraad kan gigantisch groot zijn. Sorry, dan heb je misschien te maken met de ARI of met de BFI of BSZO of PBZO, maar dat heeft niks te maken met PGS 15. Het is gebaseerd op de indeling in ADR, maar ADR kijkt alleen naar acute effecten. Dus daarom zijn de CMR-stoffen, dus de carcinogene, mutagene en reprotoxistoffen aan toegevoegd. Beetje merkwaardig dat niet ook andere stoffen met uitgestelde gezondheidseffecten zijn toegevoegd, zoals sensibiliserende stoffen of stopstoffen. Maar goed, daar is voor gekozen. Dus CMR komt erbij. Gaat het nu wel goed? Niet alle klassen van de ADR vallen eronder. Klasse 1, de ontplofbare stoffen, die bovenste rij. Klasse 6.2, bepaalde categorieën niet, bepaalde categorieën wel. En de radioactieve stoffen en de splijtbare stoffen, nucleaire stoffen. Dus klasse 7 vallen daar niet onder. Die staan ze nog een keer genoemd. Bepaalde stoffen, andere klassen vallen daar ook niet onder. Zoals de klasse, de gasflessen van klasse 2 met giftige en bijtende inhoud. Maar ammoniak en ethyleenoxide valt er wel onder. Gesloten houders met cryogene stoffen, dus denk aan vloeibare stikstof, die vallen daar ook niet onder. Kooldioxide flessen bij horeca, blusgassen, denk aan inagen, combinatie van stikstof argon, valt er niet onder. En ademluchtflessen, met name voor of de brandweer, hulpdiensten of soms ook de eigen BHV-organisatie. En alle alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen, denk aan, nou, wel bekend bij jullie. En de dieselolie, de brandstoffen, gassenolie, lichtstookolie valt er niet onder. Ik denk dat het gedaan is om commerciële redenen. Die staat er genoemd in tabel 1.1 van de PGS 15 uit september 2016. Nou, leeg wordt gezien als vol. De lege verpakking, dat geldt zowel voor de vaste als vloeibare stof, maar het geldt ook voor gasflessen. Goed, tenzij de verpakking industrieel gereinigd is. Ik heb de puntkommetje weghalen. Een industrieel reiniger is volgens het model van Wageningen dat het minstens 3 keer gespoeld is. De PGS 15 geldt pas boven een bepaalde drempelwaarde. Ik noem het maar drempelwaarde. En die varieert van 1 tot 250 kilo volgens deze tabel. Dus voor alle ADR-klassen voor verpakkingsgroep 1 is dan de ondergrens, een vrijstelling, ik noem het dan drempelwaarde, 1 kilo of liter. En voor alle CMR-stoffen trouwens, ongeacht de verpakkingsgroep, dat speelt daar natuurlijk niet, is het 25 kilo of liter. En zo varieert het tot en met 250 kilo of liter. Oh, gaat er snel. Moet het dingetje weg al onder, weet ik niet. Dus je ziet ook een sommatie getalletje van 350 kiloliter staat erbij. Natuurlijk altijd nuttig als je vergunningsplichtig bent om te dealen met de vergunningverlener. Of die grens dat per ruimte geldt, ja, per verdieping, per vleugel, per gebouw of per plant. Voor het bedrijf zelf is het natuurlijk het meest handig om te laten gelden per ruimte. Terug naar deze. Als je dan toch een opslagvoorziening hebt, zoals het heet, of zo'n ook een opslagvoorziening, dan moet het de WBDBO, hè, dus een doobie-doobie-doop. Het beheerst dan tegen brand, doorslag en brandoverslag, afgekort brandweerendheid, voor 60 minuten hebben. Dus van buiten naar binnen en van binnen naar buiten duurt het dan 60 minuten voordat de brand er doorheen of er overheen slaat en dan binnen of buiten terechtkomt. Dat geldt zeker binnen bedrijfsgebouwen. En als je buiten hebt, dan kun je dat ook regelen in midden van afstanden. Daar kom ik straks op. Ja, hoofdstuk 3 van PGS 15 ging met name over al die algemene voorwaarden die we nu bespreken. En ging ook over hoe je het regelt binnen bedrijfsgebouwen. En hoofdstuk 4 ging weer over hoe het buiten het bedrijfsgebouw geregeld is. En het bedrijfsgebouw is dan het gebouw waarin de primaire activiteiten van een bedrijf plaatsvindt. Nog op algemene voorwaarden. Als je meer dan 2500 kilo in opslag hebt, hè, daar ging het om, dan is het deskundig vereist. We hebben het ook over gehad dat dit een beetje een strijd is met de Arbo-wet. Nou, een beetje. Het is gewoon een strijd, want ook heb je maar heel weinig van een bepaalde stof, en dan moet je altijd deskundigheid hebben over alle gevaarsbronnen die je hebt.
Stel, je hebt carfentanil waarvan 10 milligram al dodelijk is, dan kun je niet zeggen, ja, we hebben maar 3,5 ons. Dus we hoeven geen verstand ervan te hebben. Dus je moet altijd deskundigheid hebben. Als je meer dan 2500 kilo hebt, moet je een journaal bijhouden. Ja, volgens de ARBO-wet moet je altijd een actuele risico-inventarisatie hebben. Dus actueel hebben de aard en maat en duur van het lood zijn. Dus ook de aard van de stoffen. Je moet weten wat je in huis hebt. In de laatste versie van de PGS 15 is dit wat eenvoudiger geworden. Vroeger was het toch een redelijk precies eis dat je soms op de kilogram nauwkeurig moest bijhouden wat je in huis hebt. Dat is nu allemaal gelukkig wat soepeler geworden. Algemene eis is ook een noodplan moet 1 keer per 3 jaar minimaal geëvalueerd worden. Dat is natuurlijk altijd wel nuttig. Dat is de toegevoegde waarde boven wat in de ARBO-wet staat. Evalueer, beproef en aanpassen. Het was zo'n merkwaardige uitzondering dat boven de 30.000 kilo je geen noodplan zou moeten hebben. Maar dat klopt natuurlijk niet. Het hebt over de ongewenste combinaties, wat merkwaardigerwijs heet onverenigbare combinaties. Het zijn stoffen die prima te verenigen zijn. Ze reageren zelfs hartstikke goed bij elkaar. Dus we bedoelen dan eigenlijk ongewenste combinaties. Ja, omdat die leiden tot sterke verhoging van temperatuur of druk. Ja, dan kun je natuurlijk out of control raken met zo'n externe reactie of een te hoge druk. Of het kan zijn dat door als reactieproduct een stof ontstaat die giftiger of brandbaarder is dan die een van de enkelvoudige stoffen. Dat wil je dan eigenlijk ook niet hebben. Dus daarmee neemt het gevaar aan de rechterkant van de reactiepeil toe. En dat moet je dan zien te voorkomen. Nou, UN-gekeurde, nou, nu krijg je weer de discussie over de ventilatie en de ATEX. Ooit heeft toenmalig minister Piet Hein Donner gezegd: als je ongeopende fabrieksmatig gesloten verpakkingen hebt, ja, dan kan er eigenlijk weinig stoffen uit ontwijken en heb je geen secundaire gevaarsbronnen, dus geen ATEX vereist. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dat niet altijd klopt. Ik was van de week in een groot PGS 15 kluis, notabene met heel veel consumenten. De limited. Binnenkwam had ik al 12, 13 ppm te pakken en op sommige punten steeg die concentratie zelfs boven de 70, 80 ppm. Moet ik er even omrekenen. Als we dan toch te maken hebben met bepaalde giftige stoffen, dan kun je zelfs ver boven de grenswaarde zitten. Blijven natuurlijk nog steeds ppm'tjes, dus qua ATEX zou je niet zo gauw iets moeten doen, maar misschien wel qua ventilatie. En ventilatie is in hetzelfde verhaal van Piet Hein Donner ook gezegd, dat hoeft eigenlijk niet. Behalve dan die soorten bepalingen die wel in de PGS 15 staan, dat je bij lekkage, dat is het volgende bulletje, bij lekkage op doelmatige ventilatie moet hebben. En dat bij ADR klasse 4.3, stoffen die bij aanraking met water, brandbaar gas ontwikkelen, ook doelmatige ventilatie moet zijn. Ja, als het natuurlijk vrijkomt. Dus heel merkwaardig in het punt dat op klasse 4.3 alleen die ventilatie wordt genoemd. Bij de gasflessenopslag moet de natuurlijke ventilatie geworden zijn. Dat is ook veel betrouwbaarder. Dus even samenvatten, ATEX hoeft niet per se, tenzij je natuurlijk wel geopende verpakking hebt, dan moet je het gaan beoordelen. En voor de ventilatie, ja, het kan toch wel verstandig zijn, zeker als mensen wat langer in dat magazijn moeten blijven, om ervoor te zorgen dat je voldoende, hetzij te lage ventilatie hebt, om altijd onder die grenswaarde en uw grenswaarde voor gevaarlijke stoffen te zitten, de gezondheidskundige grenswaarde. Dus dit is een beetje vage bepalingen in de PGS 15. Nou, in het bedrijfsgebouw, hoofdstuk 3, mag je per brandcompartiment, WC, maximaal 2 brandveiligheidskasten hebben. Dat staat voor inhoud van 250 kiloliter. Dus vroeger was ook een bepaling dat je per verdieping maar 500 kiloliter mocht hebben. Maar daarin spreekt de PGS 15 zich een beetje tegen. Je mag per verdieping 500 kiloliter hebben, maar als je toch meer brandcompartimenten op een verdieping hebt, mag je nog steeds per brandcompartiment 2 brandveiligheidskasten hebben. Dus stel 4 WC's, dit is 8 kasten. Dus dan mag het meer. Dat geldt voor al die klassen die ik genoemd heb. En voor klasse 8 is het allemaal wat minder interessant. Dat zijn de etsende stoffen, hè. Denk aan de zuur aan de bazen. Ja, daar speelt de brandveiligheid natuurlijk een stuk minder, want dat kan niet branden. Het gaat over anorganische zuren dan. Dus mag je veel meer opslag hebben. Kortom, ook dit is wat de verruiming. Dat zie je in de loop van de tijd ook gebeuren, dat je steeds meer brandveiligheidskast op de verdiepingen mag hebben. Dus ook dit is niet in zo'n hele harde norm. Nu gaan we terug naar binnen bedrijfsgebouw. Per opslagvoorziening, dus per magazijn, bouwkundig magazijn, mag je maximaal 2500 kilo stof hebben. Maar je mag natuurlijk heel veel van die opslagvoorzieningen in de gebouwen zetten.
of iedere verdieping wel meer. Maar er moeten dan allemaal aparte opslagvoorzieningen zijn. Tot 2500 kilo. Je mag zelfs gaan voor onbrandbare of niet brandonderhoudende verpakte gevaarlijke stoffen. Dan denk ik met name weer aan die etsenstof of de ADR klasse 9, hè, de reststof, de milieugevaarlijke stoffen. Dan mag je zelfs tot 10.000 kilo. En vroeger, in de vorige versie, mee te maken nog een oudere vergunning, mag je ook tot 10.000 kilo van. Ook de andere stoffen tot 10.000 kilo opslaan als je een brandmatinstallatie had. En dat is nu komen te vervallen. Kortom, 2500 kilo voor de brandbare stoffen en 10.000 kilo voor de niet brandbare of niet brandonderhoudende stoffen. En dan heb je gelukkig wel een uitzonderingsbepaling voor die zeer giftige stoffen. Dus ADR klasse 6.1, verpakkingsgroep 1. Hè. Verpakkingsgroep 1, dat was de meest zware verpakkingsgroep. Had je ook de X-verpakking nodig die supergiftig zijn. Of die zeer etsend stoffen, hè, van ook verpakkingsgroep 1, denk aan dat thionylchloride of dat ene duimpje. Ik weet niet of je dat duimpje ziet. Nu het spiegelbeeld natuurlijk, ja, twee duimpjes dan. Okay. Dat die zeer etsend stoffen, als die aanvullend ook nog etiket 6.1 heeft, giftige stoffen, dan mag je maar tot 1000 kilo gaan. Die hebben waar mensen werken. Het is zo extreem giftig, zo etsend. Maar goed, het mag. En mocht je dus meer hebben, dan toe en dan val je terug op hoofdstuk 4. Dan kom je bij buiten het bedrijfsgebouw, hoofdstuk 4. Nou, hier wordt dan, hier noemen ze ook gek die grenswaarde voor het vaststellen van het beschermingsniveau. Als je nou buiten een gebouw, dus buiten je bedrijfsgebouw, opslagen zet, dan mag je ook containers zetten tot 10.000 kilo. Als je onder die 10.000 kilo per container, dus per opslagvoorziening, blijft, dan heb je natuurlijk niks met beschermingsniveaus te maken. Mocht nou zo'n totale opslagvoorzieningen wel groter worden dan 10.000 kilo, een grotere container of een klein of een gebouwtje, en dan gelden dan drempelwaardes. En als je er overheen zit, dan heb je met beschermingsniveau. Tot en met. Bedoelt zich tot en met 60 graden. Niet goed in de periode, tot 60 graden. Dus 0 plus K plus KT voet. Als je boven 400 kilo zit in dat gebouwtje, dan en je overschrijdt ook meer dan 10.000 kilo, dat hele gebouwtje, dan heb je te maken met het. Zit je ruim boven die 400 kilo, maar je blijft nog steeds onder die 10.000 kilo voor dat gebouwtje, ja, of die dan heb je niks met het te maken. Zo geldt het ook voor de subklassen die onder staan. Ja, vroeger was het leven nog simpel, dat je een driedeling, jullie kennen me, driedelingen. Ja, dit was de 3D. Dat was één. Beschermingsniveau 1 was en blijft 1. Dat betekent dat je een hele strenge technische beveiliging moet aanbrengen. Een automatische blusinstallatie. Met allerlei systemen. Dus de voorziening. En dat vormt ook de backbone of van je PGS-15-kluis. Beschermingsniveau 2. Daar mag je ook brandbaar. Dus klassenstof in opslaan. Alleen hoef je geen automatische handmatig. Dus veel lichter. Dat maakt eigenlijk daardoor klasse of beschermingsniveau 2 ook erg gevaarlijk. In 1 en 2 mochten klasse 3 stoffen staan. Bij beschermingsniveau 3 heb je dat niet. Dan mag je geen brandbare vloeistoffen neerzetten. Onvlambare vloeistoffen. Dus eigenlijk is dat niet zo erg interessant. Dus je hoeft eigenlijk geen eisen te nemen ten aanzien van brandpreventie en bluswateromvang, ook geen branddetectie, ook geen brandblusinstallatie. Maar goed, dat is dus min of meer gewijzigd. 1 is 1 gebleven. 2 is veranderd in 2a, daar hoef je niet meer te blussen. De brandweer wordt steeds terughouden door binnenaanvallen te doen. Dus de brandweer zegt, we gaan toch niet naar binnen om die blusinstallatie aan te zetten of die blus, om te gaan blussen. We laten het gecontroleerd uitbranden. Maar je moet dan wel een voorziening treffen dat het aan de buitenkant niet erg heet wordt. Dus als je dat soort PGS 15 kluizen ziet, dan staan omheen een aantal hydranten. Er wordt via hydranten of anderszins wordt dan het gebouw aan de buitenkant een beetje nat gehouden, dat het voldoende koelt, dat daardoor er geen warmteoverslag kan plaatsvinden naar nabijgelegen ruimtes. Het is toch wat gevaarlijk, dus oppervlakte mag maar maximaal 1000 vierkante meter zijn. In de sheet die we ooit hadden, stond daar nog 2500 vierkante meter. Dat is maar 1000 vierkante meter.
Nou, 3 is 3 gebleven, er is niks aan veranderd. En 4 is erbij gekomen voor de opslag van de klasse 8 en 9 stoffen. Dus het zijn stoffen die ja, ook niet zo interessant zijn, niet brandbaar en niet brandonderhoudend. Dus heb je ook geen eisen voor branddetectie en bluswater. Of ook geen vakscheiding. In de eerste 3 beschermingsniveaus had je wel scheiding in vakken. De blusopslagvoorziening moest ingedoet zijn in vakken van maximaal 300 vierkante meter. Voor beschermingsniveau 4 geldt dat niet. Dan heb je helemaal geen vakscheiding meer nodig, want het is allemaal niet zo'n interessante opslag. We gingen terug van tabel 4.2 naar tabel 4.1. Dus mochten we toch boven, ik ga even terug switchen. Mochten we boven die grenswaarden uitkomen, die 400 kilo of 1000 of 2500 kilo. En die totale opslagvoorziening was boven de 10.000 kilo. Dan had te maken met de beschermingsniveaus. En we keken ook naar misschien de aanvullende gevaren. En dan kun je precies in deze tabel aflezen met welk beschermingsniveau het te maken heeft. 1, dan wel 2 aan, dan wel 3, dan wel 4. En je ziet ook dat het verschil vergeleken met de oudere versies van PGS 15 is dat er nu niet meer verwezen wordt naar 1/2 of 2/3. Want dat had vroeger te maken met het soort verpakking, metalen emballage of geen metalen emballage. Maar dat verschil is grotendeels achterwege. Ze komen te vallen, ze achterwege gebleven. Dat blijkt wat eenduidiger. Stel je hebt een 6.1 stof, of CMR stof, dan moet je vervolgens gaan bekijken wat is het aanvullend gevaar. Het bijkomend gevaar heet het dan, hoe ligt het vlampunt? 1, 2, en afhankelijk van het soort vlampunt en of het een vast stof is, heb je te maken met beschermingsniveau 1, 2, A, 3 of anderszins. En waar een streepje staat, daar speelt het vlampunt niet. Dus niet als aanvullend gevaar. Dit is een te grote sheet. Maar je ziet aan deze tabel zie je soms een index staan, een A'tje of een B'tje of een C'tje. En die verwijst dan naar die legenda die eronder staat. En A is natuurlijk wel interessant. Je kunt soms terug naar deze, van de opslag van verpakte gevaarlijke ontvlambare stoffen. Heb je een grote uitzonderingsclausule, wanneer je soms tot en met 100.000 kilo mag opslaan. Staat hier boven genoemd. Dan heb je nog de productopvangcapaciteit. Als het toch fout gaat, moet je je producten kunnen opvangen, maar ook je bluswater. En de discussie was altijd, ja, moet je een aparte opslag hebben? Een aparte opslag voor je producten? Nee, het kan één gemeenschappelijk opvang zijn. Maar dan moet er wel, die opvangcapaciteit moet groot genoeg zijn voor zowel de som van de bluswateropvang als de producten. Je moet beide bij elkaar optellen. En dan mag je bij elkaar in één opvangvoorziening doen. Maar zowel de producten als het bluswater moet je kunnen opvangen. En hoeveel bluswater? Ja, dat stond allemaal benoemd om in de. Dat kun je nu niet zien misschien, mevrouw. PGS 14. Dat was de vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen. De handreiking bij de toepassing van opslag van gevaarlijke stoffen volgens PGS 14. Wordt het helemaal gespecificeerd. Dan hier zie je aangeven dat afhankelijk van het vlampunt. Soms een hele grote opslagvoorziening nodig hebt voor optelsommetje van bluswater en productopvang. En soms maar weinig. Stel beschermingsniveau 1. Dan zie je dat 10% van de aanwezige vloeistoffen in het grootste vak hoeft te worden opgeslagen. Terwijl bij beschermingsniveau 2a, dat was de meest gevaarlijke, omdat daar toch die brandbare stoffen liggen, ontvlambare stoffen. En dat was geen automatische blusinstallatie. Dan moet je zelf tot 100% van de aanwezige vloeistof en de hele opslagvoorziening kunnen opvangen. Dus bij een beschermingsniveau 2a bespaar je op je sprinkler, maar je hebt een hele grote soort buffer nodig als opslagvoorziening voor het bluswater en productopvang. Hier staat er nog een keer schematisch genoemd. Beschermingsniveaus, blusinstallatie. Voor beschermingsniveau 1 heb je dus een automatische blusinstallatie nodig volgens de eisen van de PGS 14 en het uitgangspuntendocument. UPD moet het zijn, geen UDP natuurlijk. Dat valt er niet mee, zonder fouten te maken. Dat vroeger het programma van eisen, uitgangspuntendocument. Je hebt wel branddetectie en doormelding. Je hoeft geen koelwater te hebben, want die gold alleen voor dat nieuwe beschermingsniveau 2a. Je maximale opslag is 2500 vierkante meter, maar wel gesplitst in brandcompartimenten van maximaal 1000 vierkante meter, conform het bouwbesluit. En je hebt de vakken van maximale grootte van 300 vierkante meter. Voor 2a,
Dus en 3 en 4 geen automatische blusinstallatie. 2A moet dan wel een koelinstallatie hebben. 2A moet natuurlijk wel een branddetectie met doormaling hebben. Voor 3 en 4 is het niet interessant, want daar liggen geen ontvlambare stoffen. Dan zie je dat voor 2A de strengste eis geldt dat de opslagcapaciteit maar 1000 vierkante meter mag zijn. En voor de andere 2 geldt nog steeds 2500 vierkante meter. En voor beschermd door 4 heb je ook dat de vakken waren niet van toepassing. Dan heb je nog een merkwaardig hoofdstuk 5 in de PGS 15 zitten. Het oude hoofdstuk 10 in de PGS 15 van december 2012. Toen mocht hij de vakken bij 100 vierkante meter zijn voor die tijdelijke opslag. Maar dat was wel een heel merkwaardig hoofdstuk. Net zoals dat hoofdstuk 5 van de huidige PGS 15. Dat is een soort compromis hoofdstuk waar weinig auteurs zich in kunnen herkennen. Nou, nieuw staat ook het goedkoop mansgoederen. En ook aanverwante stoffen nu tegenwoordig ook in de PGS 15 kluizen mogelijk opgeslagen. Begrip uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Koopmansgoederen, allerlei handelsgoederen. Maar geen gevaarlijke stoffen, die mogen er niet in zitten. Aanverwante stoffen zijn weer wel min of meer gevaarlijke stoffen, maar die vallen dan niet onder ADR. Die mogen erbij zitten. Die staat bij beschermingsniveau 1, mogen ook koopmansgoederen en aanverwante stoffen worden opgeslagen. Maar er moet wel type blusinstallatie de rekening mee houden. Je hebt natuurlijk uiteraard geen onverenigbare, ongewenste combinatie, bedoel ik dan weer. Ook niet met die gevaarlijke en die aanverwante stoffen. Ze moeten duidelijk herkenbaar zijn. Dus mocht je een andere stof bij zitten, dan moet de vakken waar gevaarlijke stoffen zijn in liggen, herkenbaar zijn. Vergeleken met de vakken waar dan die koopmansgoederen liggen. Of die aanverwante stoffen. En elektrische componenten en apparaten moeten spanningsvrij zijn. Denk even aan oude televisies met condensatoren. Dat is altijd een link. Puntje. Want condensatoren kunt er heel lang in spanning behouden tot hoge voltages. Dus je moet eerst spanningsvrij gemaakt worden. Dat is anders dan alleen een stekker uit de stok moet daar gaan. Bij bescherming zit voor 2A, 3 en 4 geldt. Dan moet je aanvallende stoffen behandeld worden als gevaarlijke stoffen. Het zijn ook gevaarlijke stoffen, hè? Even terug. Die stonden ze. Het zijn ook stoffen en chemicaliën niet onder de ADR vallen. Of stoffen die volgens andere wetregeving als gevaarlijke stoffen worden beschouwd, maar alleen geen ADR-classificatie hebben. Dus moeten ze toch behandelen als gevaarlijke stoffen. En die moeten laten meewegen bij het bepalen van het beschermingsniveau. En met instemming van een bevoegd gezag, dan mag je ook koopmansgoederen opslaan in die opslagvoorzieningen met beschermingsniveau 2A, 3 of 4. Oké, ik heb een glaasje water. Ja. Of water. Goed, binnen de PGS 15 kluis had je al, je moet doen een soort vakkenscheiding. En de vakken kun je maken door muurtjes te metselen. Ja, kan met stenen. Met 30 minuten WBDBO. Het hoeft niet per se met stenen. Het kan ook een houten skeletbouw zijn. Aan de weerskant door brandplaten of Promatec-platen. Liever geen asbestplaten natuurlijk. Die verplaten die dan ook een WBDBO opleveren van 30 minuten. Nou, met een brandbaar Promatec hou je ruim 60 minuten. En als je de beide kanten doet, heb je zelfs 120 minuten. Dus heb je ook geen funderingsproblemen. Maar goed, dat mag ook gemetselde steen zijn. Maar mocht je nou niet, geen stenen muurtje willen hebben, mocht je het ook door een afstand tussen de hoeveelheden neer te zetten van 3,5 meter. Een soort brandgang. Dus tussen de hoeveelheden, dat is een afstand van 3,5 meter. Als we het buiten doen, dus buiten, dit was binnen een opslagvoorziening, als je opslagvoorzieningen op je terrein wil hebben staan, dan moet echt die opslagvoorziening bestaan uit een gebouwtje, maar die mag niet zelf kunnen branden. En als je binnen de 5 meter afstand staat van de terreingrens van een brandbaar object of een ander gebouw, ja, dan moeten de wanden en de plafond minstens 60 meter brandweerendheid hebben. Staat het verder weg dan 5 meter, maar dichterbij dan 10 meter, dan moet de hele buitenconstructie van dat gebouwtje, de opslagvoorziening, minstens 30 minuten brandweerendheid hebben. En als het verder weg staat dan 10 meter, dan worden geen brandeisen, geen WBDBO-eisen gesteld aan de buitenwand of van het gebouw. Merkwaardig is dat een PGS 15 voor gasflessen dat iets genuanceerder lag. Dan hing het tenminste afstand af van de hoeveelheid. Er wordt verschil gemaakt tussen
hoeveelheden van minder dan 2500 liter en meer dan 2500 liter. En één fles heeft 50 liter water nodig, als ik kijk naar die hele grote flessen. En er wordt ook verschil gemaakt tussen de inrichtingsgrens en de bouwwerk en brandbaar objecten, wat voor de andere soort stoffen niet het geval is. Nou, voor de flessen gold, in de gasflessenopslag mogen alleen voor gasflessen gebruiken. Dus er mogen geen koopmansgoederen, geen aanverwantstoffen. Dus gasflessen moeten, opslag moet heel zuiver behandeld worden, alleen voor de flessen. Natuurlijk kan er een steekwagentje zijn en wat etiketten liggen en een bako om ze te ontkoppelen. Maar verder geen andere goederen. En de reden was, stel dat er toch koopmansgoederen bij liggen. En zou toch iets aan de brand raken van die koopmansgoederen. Dan heb je een brandje in de gasflessenberging. De flessenwand kan er gaan bezwijken. Er kan een scheur ontstaan en de fles kan zich als een projectiel of een raket gaan gedragen. Stel dat ook bijvoorbeeld een LPG zou staan, of butaan of propaan. Dan krijg je het effect dat die wand op een gegeven moment ook de brand verzwakt wordt door de druk. Deels door de druk, maar ook door het bezwijken van die buitenwand. Dan komt het gas op LPG dan een tot vloeistofverdicht gas. Een enorme vuurbal, een soort bleffie. Ook hier de verpakte gevaarlijke stoffen, dat lege flessen behandeld moeten worden als vol. Ja, dan gaat de telefoon niet laten lopen. Ze moeten voorzien zijn van ADR-etiketten. En de belangrijke maatregel is ook dat mocht je de berging tegen een gebouw aanzetten. Probeer het geluid uit te zetten. Dan moet links en rechts 2 meter blinde muur zitten. En boven de gasflessenberging ook 4 meter blinde muur. Maar tegenwoordig zie ik toch steeds vaak van die abris. Dus van de weerskant een wandje en tegen de muurschijning met ook een wandje en een plafondetje van 60 meter brandweerbaarheid. Waardoor je toch een soort buitenbunkertje hebt en de voorkant is dan open. Moet ik even zacht zetten. Ja. En de flessen moeten tegen omvallen geborgd zijn. Ik sla deze even over. En omvallen tegen de kachel met een kettingje. En dan moet het liefst net even natuurlijk boven het zwaartepunt gedaan worden, niet onder het zwaartepunt. Ja, merkwaardig, de flessen, of niet merkwaardig, gassen met gelijke soortige gevaarseigenschappen bij elkaar opslaan, dat is natuurlijk wenselijk om dan geen verwarring te gaan krijgen bij de distributie, maar je hebt echt geen combinatieregels. Dus die regels die we net zagen, als het kan leiden tot een ongewenste verhoging van temperatuur of druk, of als ze toch met elkaar kunnen reageren en de giftige producten ontstaan, dat speelt hier niet. Dus je mag alle soorten flessen naast alle flessen met allerlei soorten gassen naast elkaar zetten. Echt met het idee van die flessen zijn zo robuust dat de kans op gelijktijdige lekkage door 2 gasflessen zo minimaal is. Ja, dat het eigenlijk totaal gesloten systemen zijn. Dat je daar geen rekening mee hoeft te houden met dit soort scenario's. Maar nogmaals, om verwarring te voorkomen is het natuurlijk wel slim om dat te doen. Hetzelfde gaat ook voor leeg en vol. Liefst bij voorkeur ook scheiden van elkaar. Dat is gewoon om logistieke redenen. Voor spuitbussen en gaspatronen, die valt ook onder klasse 2, geldt natuurlijk wel weer die regels van ongewenste combinaties. Want in die spuitbussen en gaspatronen kunnen natuurlijk heel veel ook hele andere soorten stoffen zitten. Nou, dit spreekt voor zich. Beschadigde of lekkende flessen apart zetten. Natuurlijk ventilatie je wel waarborgen. Het beste is natuurlijk, want dat doet het altijd. En natuurlijk is of aan de voorkant een heel groot hek, een rooster, of aan weerskanten van de ruimte, diagonaal. Nou, ja, diagonaal. Dat over de hele breedte of lengte een lichte doorspoeling is. Dus niet alleen maar links, in één band linksboven een openingetje en een andere band rechtsonder. Dat is natuurlijk niet voldoende. Dan krijg je alleen maar een diagonale doorspoeling aan één kant. En dan geldt ook die bepaling van bij brandweergassen. Die zwaarder zijn dan lucht, en dat zijn ze bijna allemaal. Gelden bepaalde afstanden tot de kelderopeningen, putten en straatkolken. Nou is dit een mooi plaatje met... Dat geeft aan dat de presentatie gestopt is. Althans, de samenvatting. Dan moet ik proberen weer even terug te gaan. Dan ga ik nu kijken van... Oh, die zie ik opeens... ja. Kleine... Dan ga ik kijken naar de vragen. Een kleine Wim grote sheet. Dat is me goed ook, want het gaat natuurlijk om de sheet, niet om mij. Je weet niet hoeveel bluswater wordt gebruikt. Nee, maar dat kun je wel gaan berekenen. Je hebt een... Ga ik nog mondelingen op die vragen zich vinden? Nou, ik wil gewoon die vraag, ik kan hier even delen stoppen. Dan krijg ik bij jou gewoon weer goed in beeld. Okay. En nu ga je gewoon naar boven en dan kan je even de vraag bekijken die er is. En dan kan ik gewoon vragen stellen aan jou. Oké.
Dus ga even naar die hoeveel bluswater, dat kun je uitrekenen. Je kunt hangt even af hoe je hele blusinstallatie eruit ziet. Je hebt van die on-off sprinklers of on-off blusinstallaties. Per compartiment of per vak wordt die geactiveerd. En zo, je hebt van die blussystemen, als op een gegeven moment wordt gezien dat de brandje uit is, dan stopt ook die sprinkler. Dus je kunt dat gewoon berekenen hoeveel het is. En op basis daarvan wordt dan een inschatting gemaakt volgens het UPD, een uitgangspuntendocument, en die PGS 14, hoeveel bluswatercapaciteit je nodig hebt. Wat als de brand weer kan blussen? Ja, dat hoop je maar voor niet. Oh nee, dat is natuurlijk onzin. De ervaring leert wel dat de brand zich... Ik heb een paar branden meegemaakt de laatste tijd. En de brandweer komt aanrijden. En zegt eigenlijk van, dit gebouw is reddeloos verloren. Althans, als ze weten dat er geen mensen binnen zijn, dan gaan ze aan de buitenkant wachten. En zetten ze een symbolisch straaltje erop. En dan kun je heel veel luswater hebben. En dan, ja, dan houdt het op. Die ervaring die ik laatst had. Ze verspeelden zoveel water met... niet goed juist het water op het vuur te springen. Dat de buiten liep het helemaal over. Ook het gazon in. Dus uiteindelijk hebben we een enorme vorm van bodemverontreiniging gekregen. Want onze opvangtanks die we hadden voor de PGS-15 kluis liep zelfs helemaal over. Dat is natuurlijk heel vervelend. Ja, op tijd laten stoppen. Ja, eens. Maar ja, legt dat de brand er maar eens uit. Discussie met bevoegd gezag. Na uitladen worden gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld worden neergezet voor kwaliteitscontrole. Stel 2 uur direct gezien als opslag. Hoe onderbouwen dat dit werkverraad is? Ja, dat is een goeie. Daarna gaat het toch, je hebt de kwaliteitscontrole, maar gaat het dan daarna de opslag in? Of gaat het daarna toch naar een ander doel, direct de fabriek in? Als het daarna natuurlijk de fabriek in gaat, dan is het natuurlijk heel... Oh, je reageert al. Daarna naar de opslag. Ja. Ja. Je doet even 2 uur. Wij krijgen ook van mijn afvaldepot waar ik werk, wordt het soms ook een tijdje neergezet. Dat kan ook 2 uur zijn, kan ook maar 1 minuut of 10 zijn. En zolang het buiten zit, ja, sterker nog, als je in de vrachtwagen laat zitten, beschouwen wij het nog niet als opslag. Sterker nog, we hebben natuurlijk ook hele discussies gehad met het bevoegd gezag. Wanneer nou zo'n vrachtwagen wat later op de dag aankomt, en er is geen mogelijkheid meer om die vrachtwagen te lossen, dan zet ook die vrachtwagen en laat van buiten staan en dan zie je dat niet als opslag. Maar dit is weer zo'n grijs veld. Ik denk dat het daarover eens moet worden. Ik zou het een beetje afhouden. Hoe toon je gelijkwaardigheid aan bij opslag tot 10 ton met brandbare stoffen? Voorheen met de branddetectie, die begrijp ik niet even. Hoe toon je gelijkwaardigheid aan op zo'n tot 10 ton? Zeg 6 pakketten waterstof. Begrijp ik nog niet helemaal. Even opslag tot 10 ton, dus te zeggen tot 10.000 kilo. Even terug naar die vorige, tot 10.000 kilo, doet het. Stel buiten het gebouw, dus hoofdstuk 4, dan heb je niks met beschermingsniveaus te maken. Dus dan heb je ook geen boodschap aan branddetectie en dat is allemaal niet aan de orde. Het is tot 10 ton. Ik kreeg daarna, in hoeverre vallen aangesloten gasflessenpakketten? Die vallen niet onder. Aangesloten gasflessen, dus de gasflessenbatterijen, dat zijn werkvoorraden. Dan kan het best zijn dat je een batterij hebt met 6 flessen. En daarnaast nog een reservebatterij met 6 flessen. In heel veel ziekenhuizen zie je dat. Bijvoorbeeld als in de loop van zaterdag toch de ene batterij leeg is. Dan schakelt die automatisch over naar de volgende batterij van 6 flessen. Om het weekend door te komen. Dus beide sets van 6 flessen zijn aangesloten. Zij dan die ene met een vertraging tot die overschakelt. En wordt gezien als werkverband. Mochten daarnaast dan nog een paar andere flessen staan die niet aangesloten zijn. Al dan niet via die batterij. Dan is dat wel de reservevoorraad. En als je dan boven de 2 flessen zit, die 125 liter water houdt, ja, dan is het weer PGS-15. Ik kreeg het horen van de inspecteur dat tijdelijke aanvoeropslag op lekbakken gezet moet worden. Ja. Dat staat natuurlijk wel als je praat over een brandontvlambare stoffen. Staat
dat je een normaliter, als je meer dan 50 liter hebt, daar je een lekpak onder moet plaatsen. Dus op zich is dat een verstandige opmerking van de inspecteur. En die 50 liter is natuurlijk ook maar heel arbitrair. Want bij 25 liter, en stelt staat niet op een lekbak, het staat ergens open en bloot op de bodem en die gaat lekken en loopt de bodem in, dan ben je ook niet blij. Maar ergens is natuurlijk wel een grens. Je gaat niet ieder flesje van 1 liter of 2,5 liter of 5 liter in een lekbakje zetten. Nou zegt Ruud, dat ze nergens onderbouwd, zegt Ruud. Kijk, maar waar doet Ruud op? Ik zie nou allemaal vragen, en dat die verspringt af en toe. Oh, wacht, ik zie nu boven jullie naam staan. Wacht, dan kan ik. Ja, dat wist ik niet. Ik ga even terug naar Ad Koetsier. Ad Koetsier, die had die vraag over dat uitladen van stoffen voor kwaliteitscontrole. Moet je dat zien als opslag of als werkverraad? Hij zei, daarna gaat het wel naar de opslag toe. En reageert er tot ze nergens onderbouwt. Nee, ja, een hoop dingen zijn. Ja, de PGS 15 is er niet op alle punten erg. Het zit hem echt het grijze gebied in. Klopt, dan moet je dan weer zien uit te onderhandelen met de inspectie. Dan ga ik terug naar die. In 2012 versie mocht je 10 ton brandbare stof in pannen opslaan, met je branddetectie hebt, ja, met automatische doormelding, dat klopt. Nu is dat gelimiteerd tot 500 tot 100 kilo. Op basis van gelijkwaardigheid mag je naar 10 ton, hoe zou je dat kunnen invullen? Nou, dan zou je echt moeten gaan onderhandelen. Ook met, oh, mijn stropdas niet om. Vlinderdasje. Maar jij kunt het ook zien. Ja, dat wordt onderhandeld. Misschien moet je dan toch weer een soort blusinstallatie, wordt er misschien gevraagd. Maar zou je het moeten willen? Zou je het moeten willen dat je 10 ton ontvlambare stof, praat ik over, ja, brandbaar, ontvlammen. Dus vlammen tot en met 60 graden binnen het huis. Het is een bommetje. Goed, nou ja, we zagen het natuurlijk wel gebeuren. Ik ken chemicaliemagazijnen bij universiteiten, waar de grote magazijnen staat, gigantische hoeveelheden. Soms wel in gescheiden brandcompartimenten, dat het wat verdeeld was, maar dat zijn allemaal blusinstallaties met sproeischuimen, soms met inigen. Even kijken, nu zegt, zie ik de naam bij? Ruud Worms. Ruud Worm. Even terug naar Ruud Worm. Wij kregen het horen van de inspecteur dat tijdelijke aanvoeropslag op lekbak gezet moet worden. En Ruud gaat om veel verf. Ja, verf. Verf, dat is niet, dat is redelijk viskeus, heel stroperig. Ja. Dat ging natuurlijk met name, ik neem aan dat er dan ontvlambare stoffen zitten, tot vlampunt kleiner gelijk aan 60 graden. En dan kijk je het gewoon naar de emballagegrootte. Dat is ook, ja, als het hele grote verfstonnen zijn, zou ik het doen, als het gewoon bescheiden blikken zijn, dan gaat het heel erg ver. Maar nogmaals, staat de PGS 15 zegt over. Tot 50 liter, boven de 50 liter moet je het eigenlijk doen. En soms is het verstandig om ook onder de 50 liter dat wel te gaan doen. Kwaliteitscontrole valt niet onder hoofdstuk 5 PG. Nee, dat klopt. Nee, maar het kan wel een bestemming hebben. Kijk, er reageert. Marcel Habets reageert op de kwaliteitscontrole. En dat was de vraag van de. Ad Koetsier, dat klopt wel. PGS 15 gaat niet over het soort toepassing. Maar het kan natuurlijk wel. Voorraad stoffen zijn gevaarlijke stoffen. Die worden geplaatst en uitgeladen. En op een gegeven moment uiteindelijk na de opslag gaat. Dan moet je voor de tussenliggende tijd dat dan. Ja. Ben ik nou door alle vragen heen? Ja. Jongens, heb je nog meer vragen en meisjes? Dat ik door de vraag heen? Ja, oké. Okay. Oh nee, wacht, ik op iets. Er zijn aparte in de Ask a Question gevraagd. Ik weet niet wat dat betekent. Alexander van Stevenen en zij. Er zijn apart in de Ask a Question gevraagd. Weet je dat? Alexander van Stevenen. Goed, Alexander, kun je dat. Onderaan het scherm schijnt iets hebben. Vraag die oh ja, dat zijn hier nog vragen. Oké. Die zou je even kunnen.
Zou ik doen. Kijk, ik zie nog even een vraagje van. Ik kom zo terug naar die onderaan het scherm. Die had ik nog niet gezien. Het is mij ook de eerste keer. Als je een laboratorium hebt op een begaande grond, maar er zit wel een etage onder, is dat toch een verdieping? Nou, formeel niet, maar het is natuurlijk een idiote discussie. Überhaupt dat wij het woord verdieping gebruiken voor verhogingen. De meeste verdiepingen in Nederland zijn helemaal geen verdieping. Gaan niet de diepte in, maar die gaan omhoog. Dus een wijsvinger. En de PG15 doet dan een beetje raar. En dat op verdiepingen mag je wel allerlei spullen neerzetten en op de begaande grond niet. Dat is natuurlijk helemaal strijd met het veiligheidskundig beginsel. Dat je bij voorkeur gevaarlijke stof juist op de begaande grond neerzet. Zeker niet op een echte verdieping, dus in een soort kelderverdieping. Want in een kelderverdieping, stel dat het toch fout gaat, dan krijg je een ophoping van dampen. Je hebt over het algemeen minder vluchtwegen in de kelder. Je kunt ook minder goed ventileren. Je kunt nooit iets openzetten, want het zit in de kelder. Dus over het algemeen geldt liever geen opslag van gevaarlijke stoffen. Trouwens ook geen werken met gevaarlijke stoffen in een soort kelderverdieping. Maar boven mag wel. Dat heb ik net al gezegd. Je mag zelfs per etage, afhankelijk van het aantal brandcompartimenten, mag je 2 brandveiligheidskasten in 1 brandcompartiment zetten. Zijn er ervaringen met deugdelijke verpakkingen? In de PGS 15 wordt de link gelegd met ADR. Kunststofverpakkingen mogen volgens ADR niet ouder dan 5 jaar zijn. IBC's moeten zelfs na 2,5 jaar geïnspecteerd worden. Ja, die gelden ook voor de opslag. Goed, tenzij je hebt ook die, die speciale brandveiligheidskannen. Die grote rode bakken. Maar die moet je niet gebruiken, moet je alles gaan overschenken na 5 jaar. Ja, die gelden eigenlijk ook voor de opslag. Want ja, het kunststof en weekmakers, dat kan op de duur. Het hebben altijd doorslag en gaan lekken. Er staat eronder van Ad Koetsier. Er staat dan, maar die gaat er naar de Ad Koetsier gaat terug naar. Oh ja. Te veel voorraad in expeditieruimte doordat bij losse vrachtwagens er niet snel genoeg naar een magazijn kan worden gereden. Is grijs gebied, snap ik. Wat vind je hiervan? Dus dan heb je even tijdelijk te veel voorraad in de expeditieruimte. Ja, dat gebeurt ook heel vaak. Er staat dan, dat verduidelijk je nog een keer, Ad, bijvoorbeeld 25 ton ADA3 voor een periode van 1 uur. Kan ook vice versa zijn. Ja, dat is zo. Dus je moet zorgen dat het toch zo snel mogelijk wordt gelost. Maar dat heb je natuurlijk bij heel veel magazijnen. De chauffeurs willen zo snel mogelijk lossen. Zet het niet aan in de expeditieruimte of op het losperron. En staat het pootje en dan kan het best een enige tijd duren voordat het hele boel naar binnen gebracht is. Alleen moet het er niet blijven staan, zoals in Moerdijk gebeurde. Of het moet ook niet permanent geplaatst worden, zoals in de Enschede ook gebeurde. Ga ik even naar. Even die verdieping. In ons pand kan je op 3 etages naar binnen. De begaande grond is eigenlijk op de 2e etage van het pand. Ja, zie je, daar heb je al die spraakverwarring. Dat dit echt al een onzinnige discussie. Dat verschil tussen begaande grond en een soort kelder en hogere verdieping. Dus liefst, als jullie begaande grond op de 2e etage is, daarmee zeggen dat je op de echte begaande grond heb je blijkbaar ook uitgangen naar de open lucht toe. Aanname. Als je dat hebt, ja, dan wordt het vanaf die openluchtterrein wordt het toch gezien als een begaande grond. En dan moet je niet als een kelderverdieping beschouwen, dus daar kun je wel stoffen neerzetten. Ja, dat zie je wel. Van die springende, ja, dan denk je dat je op de 2e bent, maar. Zijn er eisen voor de opslag van lithiumbatterijen? Wordt nu niet door bevoegd gezag geaccepteerd? Nou, hoe? Wordt u niet een bevoegde zak gespeeld. Wij bij de depot ik werk hebben vele tonnen met lithiumbatterijen. De ervaring leert wel dat ze daar wat voorzichtig mee omgaan. Want als de polen van die lithiumbatterijen op elkaar kunnen komen, kun je spanning krijgen, stroompjes krijgen, kan opwarmen, kan er brand ontstaan. Dus tegenwoordig hebben we het regime dat al die batterijen met plakbandjes worden afgepakt door beide polen. Om te voorkomen dat toch die polen tegen elkaar aankomen. En dat valt gewoon onder klasse 9. Of klasse 4.2 geloof ik. Dus het is gewoon een ADR-stof die je in opslag mag hebben. Dus ik ken bevoegd gezagen die dat prima accepteren. En volgens de PGS-15 mag dat ook. Ik ga nu even naar Ask a Question. Dan klik ik aan.
Bandbare stropige stoffen, Astropag, ADH3, kunnen worden vrijgesteld volgens een VSE-regel. Hierdoor hoeft ze niet te voldoen aan PG15, maar vaste stoffen moeten wel voldoen. Ja. Wat is het verschil tussen heel stroperig, vloeibaar en vast, en niet zoveel meer? En hoe die je omgaan met de bandbare stropige vloeistoffen met vrijstelling? Wat is een VSE-regel? Wacht, er staat iets onder. Even kijken, dit werd gevraagd door, weet ik niet. Er staat een naam onder, Alexandra. Als dat degene is. Alexandra, wat is die VSE-regel? Een ja, brandbaar stropige vloeistof. ADR3 slaat op vloeistoffen. En stroper is nog steeds vloeistof. En waarom zou ze dan vrijgesteld zijn? Of VSE staat in het VIP. Ja, wat is VIP? VSE is de uitzondering voor stroper. Maar wat? Ik zie nou jouw berichtje, Alexander, rechts onder mijn scherm. Waarin maakt dan die VSE die uitzondering? Waar staat VSE voor? Een VIP. Maar een VIP is een VIP, hè? Als VIP is geen kracht van wet. VIP is maar VIP is een STS. Dus in hoeverre heeft dat nou kracht van wet? Het is een leverancier of een producentregel. Misschien kunnen we even naar de toelichting. Ik ga even door naar de volgende. Oh, wacht even. Je reageert dan. VSE exact weet ik niet. Maar verf kan uitgezonderd zijn volgens de VSE-regel dat in de VIP staat. Ja. Alexander, als we moeten even gescheiden op communiceren. Misschien kan Siegfried mijn mailadres aan je doorgeven. Ja, als je kunt naar mijn mailtje sturen. En dan stuur ik hem door naar jou. Oké, ja. Dus ik weet ook niet waarom verf. Het is trouwens merkwaardig, want ik zit op een aantal afvalpunten bij sommige gemeentes. En er wordt ook organisch verf ingezameld. En die staat echt ook in de brandvrije opslagboxen. Er wordt niet verf, wat super stropig is, soms zelfs verhard. Het wordt gewoon gezien als chemicaliën. Beste Wim, heb jij een concept voor audit voor gevaarlijke stoffen in PG15? Ja. Volgens mij kun je kijken op Infomail. Infomail, dat is een voorlichtingssite van het ministerie, vroeger van VOM, nu van gewoon Infomail. Dan heb je ook zo'n lijst met vragen voor een audit. Dan kun je daar gewoon gratis op downloaden. Nu zeker Jasper, of is het onder? Of Jasper, of Alexander stelt, gelden de grenswaarden nu per ruimte of per bedrijf? Daar laat de PG15 zich dus niet over uit. Dus daarom, zeker als je vergunningsplichtig bent, zou ik proberen te dealen als bedrijf dat het per ruimte geldt. Je gaat door met de vraag, als dit per ruimte is, kun je dan in meerdere ruimte stoffen net onder grenswaarden? Ja, zeker kan dat. Sterker nog, dat doen we gewoon aan alle laboratoria. Het hele gebouw heb je maar één, moet je aan die lage niveaus doen. Dus je kunt in meerdere ruimte kun je over onder de grenswaarden zitten. En dan hoef je dus niet beschermd op te staan. Dus niet in een opslagvoorziening die een WBD boven 60 minuten hebt. Zit je boven die drempelwaarde, zeg maar. Ja, grenswaarde, drempelwaarde. Ja, dan moet je het wel in zo'n brandveiligheidskast of anderszins opslaan. En dan stopt het hier. Ja, ik zie verder niks onder als een question. Ik zie er wel van Alexander, prima, dat doe ik. Ik vind alles goed. Ja, dat kan wel staan. Jongens, zijn er nog meer vragen? Dus denk nog even vooral aan die ventilatie, dat is een heikel punt. Hele stinkende stoffen, als mensen toch regelmatig er moeten zijn. Dat was wel een leerpuntje van mij. De mensen hadden toen die PG15 goed gekluis gebouwd. En toen ik binnenkwam, toen springen de tranen in je ogen van de toch prikkelende stoffen. We denken dat het toch wel fabrieksmatige UN-verpakkingen zijn. Maar het zijn kunststofverpakkingen. En voor chemicaliën, die gaan toch door die kunststofverpakking heen migreren. En als je dan heel veel kleine verpakkingen hebt, dus een hele grote buitenmantel, zeg maar. Heel verpakking betekent heel veel wandmateriaal. Dan ontsnappen er toch zoveel moleculen, dat je dat ook echt waarneembaar hebt met een soort PID-meter. Er staat echt soms rond de 80 ppm. Dus kun je zeker op arbo-gebied boven de gezondheidskundige grenswaarde zitten. Als je dan een verblijfstijd hebt in de magazijn van een paar uur per dag, is het toch foute boel. Dan zou je toch wat meer moeten ventileren. Maar daar is de PG15 heel summier.
moet je even. Nee, jongens, mag ik jullie bedanken? Ik zie verder geen. Nog als jullie hebben mijn mailadres, dus mocht je nog meer vragen hebben op de eerste sheet. Je kunt ook mailen naar SU. Hey, dankjewel jongens. En Joep, tot ziens wellicht. Hoi.